de winnaar is uiteraard Gary. Godverdomme, kut Gary! Ik ga fucking 8 jaar lang ga ik alleen maar trainen. En dan ik met de Pokémon aan de hand. En dan ben ik de Pokémon League. Ja, ik moet de allerbeste zijn. Elke dag trainen de Pokémon League. Iedereen train ik ermee. En Gary, ik weet. Ja, dan gaan we lekker zo. Ja, we worden versterken elke dag. Oké, ik ben er klaar voor. Brock, Misty, luister. We gaan nu naar de Pokémon League. En dan ga ik hem winnen, godverdomme. Maar Ash. Brock, even. Ik heb even concentratie nodig. Dit is mijn momentje. Ga me even pakken. Ash. Nee. Wacht nou. I got this. Waarom loop je hier trouwens 1,5 meter bij me vandaan? Of zo? Nou, dat komt omdat... Laat maar, ik wil het even niet horen. Ik ben even in mijn zone. Oké, even in mijn zone. Een wandelingetje later. Oké, we zijn er. De Pokémon League. Ja hoor. Wacht even, wat staat hier nu? Hygiëne, corona. Wie is corona? Je was druk aan het trainen natuurlijk. En er zijn wel ondertussen een aantal dingen veranderd. Wie zeg maar. Is corona, Brok? Nou, weet je nog de ene keer dat we bij de Pokémon waren? Ja. Hoezo zijn de Pokémon uitverkocht? Pokémonen zijn nooit uitverkocht. Wat wil je nou weer? Ja, dat was een beetje raar. Ja, en weet je ook nog dat we bij Pokémon Center waren? Hallo, mijn Pokémon zijn moe. Dan kunnen ze er gewoon niet bij. Er is geen plek. Wat bedoel je nou, geen plek? Nou, zoals ik zeg, hallo, wat is dit voor een land? Op wie moet ik stemmen om mijn Pokémonen te genezen? Hallo? In uitleg van Brock verder. Ja, en toen hebben ze dus de Pokémon League ook gesloten. Oké, dus alles waar ik voor heb getraind... Is allemaal voor niks. Ja. Sorry. Dat is natuurlijk ook waar ondernemers een beetje voor hebben gekozen. Kijk volgende week weer naar avonturen van Pokémon en dit en dat. Zoek het maar uit. Doei. Krijg allemaal de corona.